Hi iedereen, welkom terug op het Fashionista YouTube kanaal. Mijn naam is Lien en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. In deze video draait het allemaal om make-up, want vandaag laat ik jullie namelijk dit lenteproof make-up lookje zien. Ik heb dit vorig jaar ook gedaan, ik zal de link naar die van vorig jaar hieronder achterlaten. Dit jaar heb ik gekozen om een meer natuurlijke glowy look te gaan. Het draait namelijk allemaal om de highlighter en mijn ogen zijn ook heel glowy-achtig, zullen we maar zeggen. Ik gebruik in deze video ook een aantal nieuwe Essence en Catrice producten. Ik gebruik namelijk deze foundation van Essence. Ik gebruik ook deze van Essence uit de My Must Haves paletjes. Zowel voor de oogschaduws als voor mijn blush, als voor mijn bronzer, als voor mijn gezichtspoeder gebruik ik deze. En waar ik het meest benieuwd naar was, is deze Rainbow Highlighter van Essence. Die gebruik ik ook in deze video. Zijn jullie benieuwd hoe ik deze make-up look heb gemaakt? Kijk dan zeker verder. We gaan voor een glowy look, dus is het ook belangrijk dat onze huid er goed uitziet. En daarom breng ik allereerst mijn dagcrème aan. Deze is van Kruidvat, dit is de Hydro dagcrème. En deze is als beste uit de test gekomen van testaankoop en deze is heel goedkoop. Dan is het tijd om ons gezicht te primen zodat alles goed blijft zitten. En daarvoor gebruik ik mijn Nivea Men Sensitive Aftershave Balm. Als foundation gebruikte ik deze nieuwe uit het Essence gamma, de Instant Matte Foundation. Ik vond dit niet zo'n hele fijne foundation. Ten eerste al was de kleur veel te donker, ook al nam ik de lichtste kleur die ze hadden. Ik had wel een goede dekking, maar de formule was echt niet aangenaam. En ook zeker geen aanrader voor meisjes met een droge huid. En dan bracht ik nog wat van mijn favoriete Catrice concealer aan op de plekjes waar ik het nog nodig vond. En dan neem ik mijn foundationkwast er nog eens bij om de concealer een beetje te vervagen, zodat het eruit ziet als één mooi geheel. Mijn ogen moeten ook geprimed worden en dat doe ik met deze oogschaduwbasis van Essence, zodat mijn oogschaduw goed blijft zitten. Allereerst breng ik deze perzikkleurige oogschaduw aan van Essence. Deze komt uit de My Must Haves collectie en hier kan je dus een heel oogschaduwpaletje mee bouwen met je favoriete kleuren. Om de gouden shimmer die erin zit nog extra te laten uitkomen, heb ik ook mijn oogschaduwkwast wat bespreid met setting spray. Ik breng deze over heel mijn ooglid aan met een platte oogschaduwkwast. Om een mooie overgang te creëren neem ik deze iets donkerdere persiekleurige oogschaduw erbij. En deze breng ik aan op de randjes zeg maar, waar ik gestopt ben met de andere oogschaduw. En deze oogschaduw breng ik aan met een fluffy oogschaduwkwast. In mijn binnenste ooghoek breng ik deze witte shimmery oogschaduw aan en dit zorgt ervoor dat je een hele open blik creëert. Mijn wenkbrauwen die teken ik bij met deze Eyelure Brow Pomade. Ik heb trouwens een hele video gemaakt over mijn wenkbrauwroutine. Als jullie die willen zien, zal ik dat linkje daarnaar achterlaten in de beschrijving hieronder deze video. En dan poeder ik mijn gezicht af met deze fixing powder van Essence, die ook uit de My Must Haves collectie komt. Ik breng een koraalkleurige satin blush aan. Er zit ook een beetje een shimmer in en dat past perfect bij onze glowy make-up look. Dan neem ik de bronzing powder uit de My Must Haves collectie om mijn gezicht te contouren. En ik gebruik deze ook om mijn gezicht wat op te warmen, zodat het lijkt alsof ik wat in de zon heb gezeten. Want dat vind ik altijd wel mooi bij een glowy make-up look. Tijd om eindelijk die Rainbow Highlighter te gebruiken en ik breng deze aan met een hele fluffy oogschaduwkwast. Zo komt deze het mooiste uit en kan je me ook het meest precies aanbrengen. Ik breng deze ook aan onder mijn wenkbrauwen. Tijd om alles te zetten met mijn make-up fixing spray.
Op mijn lippen breng ik deze nieuwe Essence Ultra Loss Lip Liner aan in de kleur Rosewood High. Een hele mooie rozige nude kleur die perfect bij onze make-up look past. Om ook mijn lippen te laten shinen, breng ik nog een laagje van deze lipgloss aan van Essence. De applicator van deze ziet rood trouwens, omdat ik deze ook gebruikte in mijn kerstmake-up look. De wimpers die gaan we eerst krullen en daarna breng ik een laagje aan van mijn Catrice Rocketeer mascara. Echt een top mascara dit. En voilà, dan is dit het eindresultaat. Ik zal hieronder in de beschrijving ook nog een lijstje achterlaten met alle producten die ik gebruikt heb voor deze make-up look. Ik vond eigenlijk alle producten goed. Behalve van de foundation was ik geen grote fan. Maar nu ik het resultaat in zijn geheel bekijk, vind ik het eigenlijk niet zo verkeerd. Van de highlighter ben ik een enorm grote fan en ook de mascara is top. Van de make-up look, doe zeker een duimpje omhoog als jullie het een leuke video vonden. Vergeet je ook zeker en vast niet te abonneren op het Fashionista YouTube kanaal. Hieronder in de beschrijving vind je nog eens alle producten terug die ik heb gebruikt. Laat me ook hieronder even weten wat jij van deze make-up look vindt. En dan zie ik jullie graag volgende week terug met een nieuwe video. Bye bye!